Dankjewel. Mathieu, wat wordt vandaag jouw grootste uitdaging? Ik denk vooral altijd de koers onder controle houden. Dat is sowieso altijd lastig op een kampioenschap. Er zijn een paar ploegen die met heel veel renners aan de start zijn. En dat maakt het altijd wel een lastige wedstrijd voor mij. Wat staat het plan mee? Hoe ga je bijvoorbeeld het sterke blok Jumbo-Visma kunnen elimineren? Ja, dat is niet echt een plan op te maken. Gewoon proberen zorgen dat we nooit achterop komen te zitten. En uiteraard hebben we met Oscar ook iemand die al bewezen heeft in het verleden dat hij ook kans maakt. Ramon is ook een heel goede doen, dus we gaan er proberen een goede wedstrijd van te maken. Vier teamgenoten vandaag mee, dat is ook iets nieuws voor jou op een NK. Ja, ik denk dat dat het meeste is tot nu toe. Dus misschien kunnen die wel iets rechtzetten, moest het nodig zijn. Heb je al in je hoofd de plek waar je het gaat proberen? Nee, dit is zo onvoorspelbaar een kampioenschap en je moet gewoon heel attent zijn, denk ik. Vooral die aanloop naar het lokaal circuit is best wel lastig en daar is wel het een en ander mogelijk. Jij wil nog wel eens laat zijn met verkennen. Heb je dat op dit rondje wel gedaan? Nee, ik heb niet verkend, maar ik ken de streek hier gelukkig wel goed. Het is een beetje een soort mini-Amstel en ja, het rondje doen we vaak genoeg, dus na één keer zal ik ook wel weten hoe dat in elkaar zit. Dankjewel.